Hey guys, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. I'm back! Ik ben zo excited. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Ik dacht ik neem jullie lekker mee in een weekendvlogje. Aangezien ik nog steeds 40 uur per week stage loop. Dus echt, een week vloggen zit er gewoon niet in. Omdat niemand hoeft dat te zien. Anyways, voor als je nieuw bent, hi, ik ben Noah. En voor als je niet nieuw bent, welkom back. Ik ben bij de Starbucks. Daar is die. Hij staat niet scherp. Want ik ga een video opnemen. Die hebben jullie als het goed is vorige week donderdag al gezien. Voor mij is dat aankomende donderdag, maar voor jullie vorige week donderdag. Anyways, ik ben heel excited om weer terug te zijn. En echt, ik zie er niet uit. Ik heb ook het gevoel de laatste tijd alsof ik mascara bij mezelf niet zo mooi meer vind. Ik denk dat ik mezelf mooier vind zonder mascara. En die uitgroei, ik was naar de kapper geweest jongens. Ik wou namelijk mijn haar bruin verven. Nou, het is afschuwelijk. En je ziet helemaal, laat maar zeggen, ik heb nu uitgroei, hè, dat kleine randje. Maar ik weet niet of jullie het echt kunnen zien, maar ik heb nu een soort van dubbele uitgroei. Want ze had me de uitgroei niet goed ingezet. Maar toen had ik een afspraak gemaakt om het te fixen. Maar toen was ik ziek. En toen was het kerst. En toen was het druk. En toen was het oud en nieuw. En ja, life goes on, weet je wel. Maar ik ga nu lekker die video filmen. En dan zie ik jullie zo meteen. Hey guys! Ik heb net dus mijn Starbucks videootje gefilmd. Als je die niet gezien hebt vorige week, moet je even dit bestellen bij de Starbucks. Ik heb een iced gekarameliseerde macadamia oat latte. Dit is het lekkerste wat je ooit gaat denken. Het is letterlijk heel lekker. Dus ga het halen. Ik kan dus mijn telefoon niet vinden. Super irritant. Ik heb hem. Hallo! Ik heb namelijk 3 pakketjes hier liggen die ik even moet opsturen. Namelijk verkocht op Vinted. Echt amazing. Alleen dat punt waar ik normaal heen ga. Die mensen daar zijn gewoon helemaal kut. Dus ik ga even kijken of er hier een puntje in de buurt is. Ik hoop het wel. Even kijken, even kijken. Ik kan het niet zo goed vinden. Want ik heb van Homer of Homer. Whatever. En Mondial Relay. Ik zou mijn god niet weten hoe dat allebei uitspreekt. Maar kijk, die mensen waar ik altijd heen ga, die hebben gewoon een punt. En die hebben letterlijk alles. Behalve volgens mij of DHL of PostNL. En verder hebben hun alles. Dus dat is gewoon fucking chill. Maar ze zijn zo onaardig. Ik haat die mensen daar. Ze doen altijd fucking rude for no reason. Dat ik denk van, je hebt letterlijk een winkel. Hoezo ben je niet klantvriendelijk? Hoezo ben je... Ze zijn echt onaardig. Maar ja, anyways. Ik ga er toch altijd heen. Omdat ze zijn gewoon heel chill. Omdat ze alles hebben. Maar ze zijn echt niet lief. Ik heb om 3 uur een afspraak. Want ik ga even mijn ogen laten opmeten. Want ik heb laatst tijd super erg hoofdpijn aan de rechterkant hier van mijn hoofd. En mijn nichtje zei tegen mij, het kan zijn dat je sterkte niet meer goed is. Dus dat ga ik even laten opmeten. Oh jongens, het is ook zo erg. Want ik ben laatst op mijn bril gaan zitten. Dus hij staat... Kijk, mijn bril stond altijd al een beetje scheef. Maar toen dacht ik, laat maar, want ik heb geen zin om daarheen te gaan. Maar nu staat hij letterlijk zo. Het is echt verschrikkelijk. Maar ik had 1 keer mijn bril zelf een beetje verbogen. Maar toen had ik hem dus per ongeluk door de midden gebroken. Dus ik dacht van, ik ga dat niet nu nog een keer laten gebeuren. Dus hij staat maar gewoon even scheef. En dan hoop ik dat die mensen bij de Specsavers dat voor mij even gaan fixen vandaag. Maar ik moet dus een uur van tevoren, voordat ik naar die afspraak ga, een uur van tevoren moet ik mijn lens uitdoen. Maar dan moet ik dus met die scheve bril op mijn hoofd. Moet ik mijn leven gaan leiden? Dan moet ik gewoon naar de stad gaan lopen met een scheve bril. Dat kan echt niet. En ik heb ook geen andere bril. Want mijn vorige bril... Kijk, ik had een bruine bril. En die was kapot gegaan. Want als dit zo je montuur is, dan was dit zo gebroken. Dus elke keer viel dat glas eruit. Fucking irritant. Toen had ik dus deze bril gehaald. Jullie zijn zo dichtbij. Toen had ik dus die bril gehaald die ik nu heb. Toen wou ik hem dus verbuigen omdat hij scheef stond. Brak dit stuk gewoon helemaal door midden. Ik was daarheen gegaan en ik had super veel geluk. Want dat montuur hadden ze nog eentje van liggen. En toen kon ik gewoon die glazen overzetten in dat montuur. Maar ik heb dus geen extra meer heel erg lang aan het praten. En ik laat jullie nu met rust. Bye. Dan is thuis guys. En mijn ouders hebben de kerstboom weggehaald. Nu is Christmas officially over. Ladies. Jongens, mijn moeder en ik gingen vroeger altijd grillworst halen bij de keurslager. En dan gingen we dat samen, als we terugkwamen uit de stad, gingen we dat lekker warm opeten. Maar ik eet dus geen vlees meer. En laatst heeft mijn moeder dat gehaald. En ik stond echt naast haar van, oh my god, ik ben zo jaloers. Maar nu is ze dus vegetarisch gekocht. Maar je weet gewoon dat het zo vies gaat zijn. Maar ik vind het wel heel lief voor mama, dankjewel. Je kan hem ook opwarmen. Ja. Maar meestal vegan vlees niet zo lekker.
Maar ik ben wel benieuwd. Ik ga het maar, ook eens testen. De frikandel vond je wel heel lekker, het broodje frikandel. Ja, maar er zit een dikke vette laag curry en bladerdeeg overheen. En als je hier gewoon lekker joppiesaus op doet. Ik hou niet zo van joppiesaus. Wel, wij hadden eerder ook voor joppie patat. Ja, joppie patat chips. Hoe noem je dat? Joppie chips. Ja. Hoe heet dat? Patatje joppie chips. Zo heet. Fucking lekker. Maar alleen de chips vind ik lekker, niet de saus. Maar ja, anyways guys. Ja, ik ben echt een heel lastig mens. I know. Echt lastig. Anyways guys, ik ben even onderweg naar de Albert Heijn. Want ik had namelijk een kraslot. Oh fuck, de buurman staat daar. Ik ga niet vloggen als de buurman daar staat. Anyways, ik had dus nog een kraslot gekrast. Ik weet niet wanneer. Maar ik had iets gewonnen. Volgens mij tientje of zo. Of 5 euro. I don't know, is die weg? Ik denk het wel. Het is heel ongemakkelijk, want ik denk dat hij nog naar zijn huis aan het lopen is. Maar ja, ik had dus een kraslot. Ik haat buren. Ik haat mensen die mij kennen. En al helemaal als je me ziet vloggen. Daarom vlog ik ook nooit in Nederland. Eigenlijk vlog ik altijd alleen als ik op vakantie ben. Maar ik had dus nog een kraslot. Dus ik wou die even inleveren, want dan kon ik een nieuwe aanvragen. En dan kon ik weer hopelijk nog meer geld winnen. En ik had nog een bonnetje van de Retourette. 19,25 euro. Ik kreeg van moeder. Fucking lief. Dus daar was ik super blij mee. Dus ga ik even inleveren. Heb ik gewoon 20 euro. Jongen, lekker. Dus dat ga ik even doen. En nu ga ik mijn camera wegdoen. Want ik vind het echt heel embarrassing om hier te vloggen. Bye. Nou guys, ik ga even lekker krassen. Hopen natuurlijk dat ik 100.000 euro win. Dat kan ik wel gebruiken. Ja, ik ben heel benieuwd. We gaan het zien. Ik hou jullie op de hoogte. Ik ga even een pen pakken. Ik ben ook heel lelijk belicht, zo vanaf de zijkant. Oh jongens, ik heb een gratis nieuw lot gewonnen. Dus ik kan even weer een nieuwe halen. Nog een keer kans. Maar kijk, ik had bijna 100 euro gewonnen. Nu heb ik gratis lot. Nou, ik zei het, want ik vind het wel leuk om te krassen. Dus dan ga ik nog eentje halen. Maar dat ga ik niet nu doen. Doe ik wel weer een keer als ik er zin in heb. Ik ga nu even lekker wandelen met Lady, want daar heb ik zin in. Want het is echt lekker weer buiten. De zon schijnt. Maar het is wel zo lekker fris, weet je wel. Het is ook 12:30. Ik denk dat ik wel mijn lenzen uit moet doen. Want je moet een uur van tevoren je lenzen uit voordat je erheen gaat. Maar ik ga om 3 uur pas. Maar ik denk dat ik ze iets eerder uit wil. Voor de just in case, you know. Maar ja. Kijk, dit haal ik echt van een kraslot. Dat je dan zo'n hele... Oh, de audacity. Gaat hij gewoon stofzuigen. Maar ik haat het dus dat je al die troepen hebt. Echt verschrikking. Ben jij zo knap? Ben jij zo knap? Ja! Oh, knappie! Oh, kijk nou hoe mooi ze is. Hey guys! Ik ben dus lekker met mijn moeder en Lady aan het wandelen. Waar is Lady? Ja. Lady! Ze verstopt zich. Anyways, ik heb even mijn pakketjes opgestuurd. En ik heb een cadeaubon. Jeetje, ik ben echt super leuk belicht. Die bon die ik net had, waar ik een gratis lot had opgewonnen. Ik kan echt niet praten. Ja, dat kraslot. Ga ik ingeleverd en die nieuw gehaald, want ik kon daar dus ook. Dus ja, straks weer lekker krassen. En nu lekker nog wandelen met mijn stinky. Ja, kijk hoe ze tussen ons inloopt. Ze is ook echt een koningin. Jongens, mijn moeder en ik lopen hier altijd doorheen. Maar daar zo staat een bordje. Ik denk dat dat gras nat is. Baba. Maar kijk, hier staat... Hou je vingers uit het gaas. Ik hou nogal van bijten helaas. Zit er gewoon een dier in die dus kleine kindjes bijt. Ja, lady. Maar ja, anyways. Echt heel grappig. Ik vind het ook grappig dat ze er een rijmpje van hebben gemaakt. Echt helemaal slee. Oh, lady wil spelen. Oeh. Kijk jongens hoe groot dat konijn is. Dat is niet normaal. Oh my god. Bijna even groot als lady zowat. Maar anyways, kijk, nu kan je dus zien hoe scheef mijn bril zit. Nou, dit kan niet. Normaal stond hij denk ik een beetje zo. Ook scheef, want hij moet gewoon denk ik zo. Nee, hij moet... Ik weet niet, maar hij stond altijd een beetje scheef. Maar nu staat hij echt scheef. Dit kan echt niet. En dan moet ik gewoon weer naar buiten. Hou even op met mij. Ah, ik wou nog wat te vertellen. Oh ja. Ik heb... Dit is echt gek storytime. Als je hier geen zin in hebt, skip die shit. Maar ik heb dus echt een hekel. Ik heb zo geen zin in die afspraak zometeen. De laatste keer, of de ene laatste keer dat ik... zo'n oogmeting had gedaan. Was volgens mij in de zomer of vorig jaar ergens. En toen had ik zo'n fucking mental breakdown. Ik heb daar echt hysterisch lopen janken. Omdat voor de mensen die wel eens een oogtest hebben gedaan, die weten dat wel. Maar ik zal het een beetje proberen uit te leggen voor mensen die dat nog nooit hebben gedaan. Je krijgt een soort glaasje voor je oog. En daarna krijg je er nog één. En dan moet je dus zeggen... Welke vind je fijner? Welke kijkt beter? Welke is scherper?
En dan zeg ik, oh, kan je hem nog een keertje terug doen? Want ja, ik zie dat gewoon niet. Ik zie het niet. Ik zie wel een soort van dat er verschil is. Maar ik denk ook omdat je er zo erg op gefocust bent. I don't know, ik kan het gewoon niet. Ik kan het gewoon echt niet. En ik merkte dat die vrouw het heel irritant begon te vinden. En ik vond het ook irritant, want je voelt je heel gepressured. En het is echt geen fijne situatie. En ik ben zo fucking hard gaan wezen huilen. En ik probeerde me echt in te houden, maar het lukte niet. En ik kan niet huilen en praten tegelijk. Ik ga dan zo... En ik kan niet praten. Ik dan echt zo... Zo zit ik dan te praten. En het was zo verschut. Want het sloeg ook echt helemaal nergens op. Maar ik voelde me zo in een vervelende situatie. Ik ben zo fucking hard gaan lopen janken daar. En ik wil dat gewoon niet nog een keer meemaken. Maar ik weet gewoon dat het gaat gebeuren. Want ik heb eergisteren mijn laatste pil genomen. Dus ik moet ongesteld worden. En ik heb gewoon echt geen zin in. Ik heb gewoon zo geen zin in. Maar ja, het moet maar even. Dan hopelijk ben ik van mijn hoofd bijna af. Maar oh, dat is zo erg. Ik vond het zo kut. Oh my god. Ik heb zoiets leuks gekregen van mijn stage als kerstcadeautje. Ik zal het merkje niet laten zien. Maar kijk, dit is een bubble candle holder. Wacht, ik ga hem eruit halen, want hij is zo leuk. Ah! Ik haat bubbels. Hoe noem je dat? Bubbelpapier. Ik heb zo... hoor je dat? Eww. Kijk hoe pretty. Dit is toch bizar. Dit is echt insane. Ik vind hem zo mooi. En hij is dus een beetje purperig. En dan heb ik deze kaarsset erbij gekregen. Kijk hoe leuk kan ik er dan in doen. En omdat ik mocht mee het kopen, mocht ik zelf kiezen welke ik wil. Dus dat is fucking leuk. Dus ik heb deze gekozen. Wacht, ik ga hem even proberen open te maken. Want dat lukt niet. Het is ook heel moeilijk namelijk om een plakkertje van een doosje af te halen. Maar kijk. Er zitten dus 6 kaarsen in. Ik dacht 4. Maar even kijken hoor. Oh, ze zitten ook allemaal nog in folie. Kijk hoe fucking leuk. What the fuck? Zie je dit? Kijk jongens. Dit is echt toch geweldig. Ik ben hier zo blij mee. Hij zit wel een beetje los. Maar boeien hè. Want ik vind het zo leuk. Dit is echt amazing. Ik vind het nu wel echt een lang slungelding met zo'n lange kaars erin. Maar ik denk als ik ze een beetje opbrand tot hier of zo, dan vind ik het echt heel mooi. En die vrouw waar we het dus hadden gekocht, die zei. Normaal hebben deze kaarsen... Houders. Hier stopt het. Maar deze is helemaal open. Dus je kan er ook bloemen in doen. Fucking leuk. Ik dacht, hoe leuk is het als ik hier droogbloemen in doe? Fucking leuk. Dus ik ben heel excited. En ik had nog met Sinterklaas Twisted Candles gekozen. Dus ik heb ook nog zwarte. Dus ik vind het helemaal leuk. Ik ben helemaal happy ervan. Ja, maar ik zie jullie echt spammen. Dus ik ga nu eventjes, denk ik, een fotootje maken. Ik weet ook niet hoe laat het is. Ik weet niet waar mijn telefoon is. Maar ja, ik moet ook dus nog lopen naar de stad. Oh, ik vind die bril zo irritant zitten als hij zo scheef is. Oké, ik heb echt totaal geen zin om Insta-foto's te maken. Dus ik dacht, ik heb nog een uur ongeveer en dan moet ik gaan lopen naar de stad. Ik dacht, in de meanwhile ga ik wel gewoon eventjes mijn video editen die ik nog heb opgenomen. Hoef ik daar in de week ook niet meer van te stressen. Want dan kan ik hem gewoon, ja, ik denk nog niet dat ik hem ga inplannen, maar dan kan ik hem wel gewoon bewerken. Dat is wel top. Ik moet even mijn dingetje zoeken. Ik heb ook eigenlijk best wel zin om wat te eten. Maar ik wil eigenlijk, als ik in de stad ben, een kaasstang wil halen bij de bakkerij Bart. Alleen, de bakker Bart bij ons heeft een lekkage of zo gehad. Dus, hun zijn dicht. Dus ik weet nu niet zo goed wat ik wil eten. Maar ik heb eigenlijk wel een beetje trek. Maar ja, zal wel. Ik ga even mijn videootje editen. Oeh, en ik heb ook nog dat kraslol. Die kan ik zo ook nog even lekker krassen. Hallo. Oké, guys, ik ga nu naar de stad om mijn ogen dus weer op te meten. En mijn moeder gaat mee, dus daar ben ik echt heel erg blij mee. En ik heb net mijn video af, ik heb hem opgeslagen. Dus dat is super chill. Dat was echt perfecte timing. Love it. Nou guys, ik ben er nu. Ik moest net al een kleine oogmeting doen en ik zit nu in de enge stoel. Ik hoop dat ik dit keer niet ga huilen. We gaan het zien. Ik ga snel stoppen met vlog voordat die vrouw komt, dat is echt heel ongemakkelijk. Maar oké, wish me luck. Mama moest achterblijven, dus ik vind het heel eng. Nou jongens, we zijn nu in de Hema, want ik had een kaasbroodje nodig, want ik had echt fucking honger. En ze hebben hier... Wat hebben ze? Brazilië. Mama's onderbroek aan. Maar ik moet dus terug naar Opsen. Want met mijn bril had ik een perfecte site. En er was niks mis mee, en het kon niet perfecter. Dus nu moet ik nog een keer met mijn lens in. Want ze denkt dat ik daardoor die hoofdpijn of zo krijg.
Ik ben heel benieuwd. Nou, ik heb echt geen zin om nog een keer te gaan, maar ja. Het moet. Oh my god, jongens. We waren net in een hele dure home winkel hier in Nijkerk. En daar stond dit voor echt heel veel geld. En nu staat het gewoon in de Bikkel Shirt voor 4, 5 euro. Hier staat hij ook. Nou, dat kan echt niet. Wat een oplichters. Ik ken het. Mijn moeder en ik hebben dit al een keer eerder gehad, maar dan bij een andere winkel hier in Nijkerk. Dat we iets bij de Action hadden gezien en daarna zagen we precies hetzelfde in die winkel. Maar dat is met dit ook precies hetzelfde. Gewoon hetzelfde. Gewoon dezelfde plek ingekocht waarschijnlijk. Ik hou dus echt heel vies. Nou guys, we komen naartoe van de Big Bazaar. En mama en ik hebben echt de leukste tafeltjes gekocht voor maar 10 euro. Ik had nog snel op het scherm gekeken of je het toch niet meer voor dat betaalt. Ja, ze zitten hier in de tas. Maar ik laat ze thuis wel even zien als ze staan. Ik vind ze echt zo leuk. En ik heb mijn hele tas gevuld met snacks. Want ze hadden allemaal lekker dingetjes. Dus ja, dat zal ik thuis anders nog even laten zien. Maar we gaan nu nog even naar de terstal. Wil je nog ergens anders heen? Ik heb echt wallen. Jee, naar de blokker. Ja. Even naar de blok. Dus dan... ja, dat was mijn update eigenlijk. Nou guys, dit had ik dus gekocht. Deze Snack Jacks met kaassmaak en met barbecue. Paprika heel lekker. En skitteltjes. En deze leuke tas. En een slimy, want dat vind ik leuk. En dit is dus dat tafeltje. Even kijken. Zo. Kijk. Zo ziet dat er een beetje uit. En het is echt heel leuk. Dat witte gaat er dan natuurlijk af. Maar het ziet er zo cutie uit. Voor buiten in de zomer was dat echt heel leuk bij onze tuin. Het was dus maar 10 euro. Dus daar zijn we. Pasen TV te kijken. Ja, nou. Nou, ik krijg niet eens. Oh. Maar ja, anyways, daar zijn we dus echt heel blij mee. Dus ja. Nou guys, zoals jullie net zagen was ik alweer thuis. Ik ga gelijk mijn lenzen uitdoen. En lekker mijn make-up eraf halen, want Sean is klaar met werken. Dus die komt er zo aan. Er viel echt een druppel op mijn kin. En dan gaan we lekker samen sushi eten. Ik heb echt zoveel honger. Ik heb eigenlijk helemaal... Ik ben echt heel erg in de war, sorry. Ik heb geen honger. Ik heb letterlijk... Nou, wat zal het geweest zijn? 2 uur geleden... Wow, is dat al 2 uur geleden? Het was om 3:30. Het is nu 5:30. Nou, dat voelt echt als 3 kwartier geleden. Wat bizar. Heb ik die kaascroissant gegeten? What the fuck? Ik ben heel in de war. Dat is heel raar. Het voelt echt als 3 kwartier. Echt niet langer. Maar ja, het zal wel. Ik heb dus ik heb helemaal mindfuck. Dit is zo raar. Ik snap er helemaal niks van. Nou, toen heb ik dus die kaascroissant nog gegeten. Dus ja, het is niet per se dat ik trek heb. Maar ik heb wel gewoon echt heel veel zin in sushi. Ik ga nu lekker mijn make-up eraf halen. Ik heb dus een nieuwe skincare routine in de avond. En ik ben nu elke keer heel excited om dat te doen. Omdat ja, het is nieuw en het is roze. En dan heb ik roze doekjes gekocht voor erbij. En dan word ik gelijk alweer helemaal enthousiast. Dus dat ga ik even lekker doen. En dan ga ik met Sean de sushi bestellen. Fucking lekker. Yo, ik was echt... Dit is zo bizar. Ik weet niet of hier een comment over gaat komen. Maar als er mensen gaan zijn die mijn video hebben gezien... Die ik vanochtend heb opgenomen van die Starbucks video. Dan gaat er echt haat komen op het feit dat ik zo vaak fucking zeg in die video. Ik zeg echt de hele tijd iets van fucking. Holy fucking shit, zoiets. Ik ging helemaal stuk toen ik dat terugzag. Maar dat heb ik echt niet door hè, als ik dat aan het filmen ben. Maar ja, ik heb ook 1 keer een haatcomment gekregen dat iemand zei van je scheelt te veel. Maar ja, toen... Ja... Ik let daar ook eigenlijk helemaal niet op. Maar ja, het zal wel. Anyways. Ik ben heel benieuwd of daar een comment over komt of niet. Ik vind het wel grappig, want mijn oma en zo kijkt dat allemaal ook. En dan zit ik echt de hele tijd fucking, fucking, fucking te zeggen. Oh my god, wat erg. Maar ja, it's whatever. Ook vind het zo satisfying om make-up eraf te halen. Ik hou echt niet meer van make-up dragen. Ik zit gewoon niet lekker. En mijn ogen zijn al zo hard met die harde wimpers. Maar ik ben dus wel een beetje in de war. Want bij de opticien zeiden ze dus van... Er is niks mis met je ogen. Je sterkte is gewoon zoals het moet zijn. Dus dat is raar. Ze zeggen letterlijk je ogen zijn gewoon zo goed. Het kan niet beter. Voor wat het is, laat maar zeggen. Ik heb natuurlijk iets van... Ik heb iets in mijn mond. Ik heb iets van min 2,75 of zoiets.
En ze zegt, er is niks bijgekomen of afgegaan. Dus ik snap het niet zo goed. Maar ja, het is een beetje raar. Zal wel. Ik ben in ieder geval weer helemaal gecheckt. En ook had ik dus verteld dat mijn haar echt mislukt was. En de kapper waar ik toen was gegaan. Dat is, laat maar zeggen, de kapper waar mijn moeder altijd heen gaat. En mijn moeder wou de hele tijd dat ik daarheen ging om te zeggen dat ik niet blij was. Maar ik vind dat heel ongemakkelijk, want het is gewoon heel awkward, toch? Iemand heeft daar zijn best op gedaan en dan ben je daar niet blij mee. Nou, dus ik durfde daar echt niet heen te gaan. En toen ging ik daarheen. Was er al 2 of 3 keer langs gelopen met mijn moeder afgelopen weken. Dat mijn moeder zei van, kom, we gaan even naar binnen. En ik zei van, nee. Maar ja, nu zijn we dus wel gegaan. Toen zei ik van, ja, hoe kunnen mijn moeder en ik me uitgroeien het beste verven? En toen gooide mijn moeder me zo fucking hard voor de bus. Ze zei letterlijk, ja, nou is eigenlijk niet zo blij met haar haar. Ah, en ik dacht, oh my god, waarom zeg je dit? Maar uiteindelijk was ik wel heel dankbaar dat mijn moeder dat had gezegd. Omdat, ja, nu zegt ze dat ze het voor gratis gaat fixen. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik heb een afspraakje gemaakt voor volgende week zaterdag. 9 uur, lekker op tijd. Maar ja, ik ben wel excited. Ja, en volgende week, echt, ik vind het zo leuk, heb ik ook een afspraak gemaakt bij de nagelsalon. Ergens hier in Nijkerk, een meisje doet dat thuis. Voor Biab, €22,95. Hou op met mij, dat is zo goedkoop. Waar ik het deed, moest ik volgens mij €55, €60 zo betalen. Nou, dat vond ik echt niet normaal. Dus toen ben ik niet meer gegaan. Nou ja, ik ben daar 3 keer gegaan. Alleen 1 keer dan voor Biab en 2 keer voor gewoon nepnagels. Dat was zo duur. Oh my god. Maar ja, nu ben ik dus heel benieuwd hoe dat meisje dat hier gaat doen. Want anders blijf ik natuurlijk gewoon lekker bij haar. Dat is ook veel goedkoper. En gewoon lekker in de buurt. Want toen zat ik in Amsterdam en dat was voor toen ook wel in de buurt. Dat daar natuurlijk stage is. Alleen ja, binnenkort ben ik klaar met stage en dan is dat ook niet meer in de buurt. Plus ik vond het gewoon veel te duur. En ik was eigenlijk nooit echt super enthousiast met het resultaat. Dus ja, hopelijk nu wel. Maar het is echt heel leuk. Ik zit echt te lullen voor mijn leven. Ik ben nu al 5 minuten aan het lullen. Maar super leuk dus. Want de volgende week zaterdag, als het goed is, mijn haar weer mooier. Staat die bril nou nog scheef? Ik had gevraagd of ze hem wou rechtzetten bij de specsavers. Nou, het zal wel. Bye. Wat wou ik zeggen? Ja, ben ik dus mijn haar helemaal pretty. En dan daarna ga ik dus ook nog nageltjes laten doen. Nou, ben ik helemaal fliek. Helemaal leuk. Ik heb er echt zo zin in. Waarom is dit zo? Ik krijg het niet los. En nu ga ik even de rest van mijn skincare doen. Echt dom. Ik doe nu al mijn lipmasker op. Mijn lipbalm, whatever. Maar ik moet zo meteen mijn gezicht nog wassen. Dus dat gaat er dan sowieso af. Ah, scheisse. Ik was net in de stad, ik had een bakje moeten kopen, maar dat heb ik niet gedaan. Pot voor de redoubles. Soms ben ik mezelf zo fucking dom. Oh, dat is zo lekker ook met mij. Oké, ik ga stop met jullie spammen. Bye. Nou jongens, Jan en ik hebben net sushi besteld. En het duurt nog langer dan 1,5 uur voordat het komt. Dus. Nee. Maar ik heb nog mijn krasslot van vanmiddag. Dus ik ga weer even lekker krassen. Dus ik ben benieuwd of ik nog wat win. Ja, het duurt dus echt super lang nog. Niet heel veel trek in. Maar ja, ik snap het wel. Want het broertje van Sean en het stiefbroertje hebben daar gewerkt. Ze gaan niet zo heel erg goed met hun personeel om. Dus ze werken niet heel erg veel mensen daar meer. Dus ze hebben weinig bezorgers. Maar de sushi is gewoon zo lekker, dan blijf ik er maar gewoon bestellen. Maar ja, dat is dus een beetje boomer. Het gaat echt nog heel lang duren. Maar ja, het zal wel. Ik ben benieuwd of ik nog wat geld win. Nou jongens, echt letterlijk de eerste keer in mijn leven dat ik een kraslot heb waar ik niks heb gewonnen. Ik heb altijd wel iets, like 5 euro of een nieuw lot of ja, tientje of zo. Maar ik heb gewoon niks. Ik kan het ook niet geloven. Ik ga hem alsnog laten scannen bij de Albert Heijn. Want je weet maar nooit. Ja, ik weet niet. Maar ja, ik vind het wel een beetje sad. Maar ja, maakt niet uit. Ik ga even mijn waterfles vullen en dan ga ik nog 1,5 uur wachten op sushi. Ik dacht, ik ga even mijn thumbnail maken voor die Starbucks video die ik net gefilmd heb. Ik dacht, heb ik dat gelijk gehad. Ik moet nu toch wachten. Ik heb niks anders te doen.
Dus ja, laten we dat doen. En dan gaan we lekker zonder eten. Ah. Jongens, het besef dat ik vannacht, de hele nacht, mijn camera aan de lader heb gehouden. En dat die nu gewoon al bijna, ja, er is een streepje weg. Je hebt namelijk drie streepjes volgens mij en eentje is al op. Zoveel heb ik vandaag gefilmd. Dit heb ik nog nooit. Soms heb ik gewoon de hele week op vakantie dat ik gewoon met één batterij doe. En nu? Gewoon in één dag. Gewoon heel strip weg. Trouwens guys, ik had laatst wat besteld van de week. En dat is net binnengekomen. Daarom pakte ik mijn camera, maar ik was vergeten. Kijk, dit is een vaasje, maar dan is het een koentje. Leuk hè? Ik ben er zo blij mee. Echt leuk om daar, ik dacht gewoon roze-achtige droogbloemen of zo in te doen. Ik dacht, dat vind ik echt heel erg leuk. Dus ik ben er echt heel blij mee. Want hij was in de korting bij Gina Tricot of zo, weet ik veel. Lijkt normaal was die 35 euro en nu 12 of 10 of zo. I don't know. In totaal met verzendkosten heb ik ongeveer 15 euro betaald. Dus daar was ik echt heel erg blij mee. Ja, yeah, I love it. Nou guys, de sushi is er eindelijk. We hebben fucking 2 uur moeten wachten. Maar kijk, we hebben allemaal lekkere dingetjes. We hebben ook een stokbroodje erbij, want dat vinden we lekker dat je ook wat warms hebt. We hebben maki's, geflammeerde zalm. Dit is gefrituurd met ook zalm. Californië en futomaki ofzo. En ik heb echt super, 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 super honger. Dus we gaan nu lekker dit eten en Grey's Anatomy kijken. En dan, ja, gaan we gewoon lekker eten. Hey guys, het is de volgende dag. Waarom is de zon zo fel? Jeetje, heftig. Anyways, het is dus vandaag zondag en ik ben lekker klaargemaakt. Het is nu 10:50. Sean is al weg, want die ging met een vriend afspreken. En ik ga lekker high-tea'en. Ik heb er echt super veel zin in. Vrienden van mijn ouders hebben een dochter van dezelfde leeftijd als ik. En we zijn gewoon samen, ja, opgegroeid. Vriendinnetjes geworden. En ja, daar ga ik lekker mee high tea. We doen eigenlijk altijd voor elkaars verjaardag geef ik gewoon elkaar een high tea. Omdat we dan een excuus hebben om af te spreken, want we zien elkaar echt bijna nooit. Dus ja, ik ben ready. Ik moet over 10 minuten op de fiets zitten. Ik heb niet zoveel zin om te fietsen. Anyways, we gaan er met de trein heen. En dan moeten we lekker 10 minuutjes lopen. Dat is wat chill. Want ik merk altijd dat ik door de week echt heel erg veel loop. Maar dan als het weekend is, dan loop ik gewoon echt bijna niet. Gisteren heb ik wel mijn doel behaald. Dus dat was wel super chill. Ik moet echt zo vloggen. Maar mijn arm is lui. En die zon is zo fel. Ik kan er echt niet in kijken. Maar ja. Ik heb dus geen mascara op. Want zoals ik gisteren al vertelde in mijn vlog, vind ik dat mascara een beetje heftig is of zo. Vind ik de laatste tijd. En ik heb mijn haar in de staart. Ik wou het in een vlecht doen. Maar de laatste keer dat ik bij de kapper was, heb ik dus mijn haar laagjes laten knippen. En nu krijg ik allemaal van die steken eruit. En normaal vind ik dat niet zo heel erg erg. Maar dit was echt heftig. Ik dacht van, nou laat ik dat maar niet doen. Oh, ik ben lekker met Ted. Kijk hoe lief. Oh. Anyways. Mijn kamer is echt een mess. I need to clean her. Maar nu moet ik gaan. En ik wil eigenlijk nog mijn waterfles opdrinken. Zodat die leeg is. En dan heb ik een halve liter op. En dan kan ik nog weer een halve liter meenemen. En dan ben ik helemaal hydrated, dus je weet wel. Dus ja, ik ga nu lekker naar beneden toe. En dan zie ik jullie bij de high tea. Ik heb er zin in. Ik vind het wel awkward om te filmen met haar. Maar ja. It's whatever. It's whatever. It's whatever. It's whatever. Oh, mijn kamer is zo rotzooi. Het weekend is echt voorbij gevlogen gewoon. Maar ik denk dat ik volgende week ook al een weekendvlogje ga doen. Want ik vind het wel echt heel erg leuk. En volgende week ga ik lekker met mijn moeder naar Ikea. En ik ga mijn nagels laten doen. En ik ga mijn haren verven. Dus ik ben heel excited. Dus ja. Doei. Ik ben jullie echt aan het spammen. Kijk trouwens hoe lelijk mijn uks zijn geworden, jongens. Ik loop er zoveel mee. Ik heb ze elke dag aan. Letterlijk. Als ik gympen nu ook aan doe, denk ik van, het zit niet lekker. En ze zijn zo lelijk geworden. Ik moest echt poetsen of zo. Maar ik weet niet zo goed hoe. En ja, ze kunnen gewoon niet zo goed tegen nattigheid, denk ik. Want het is echt heel erg lelijk. Maar ja, ik denk ook van als ik ze nu weer mooi ga maken en ga poetsen, dan... Waar is mijn jas? Dan zijn ze de volgende keer dat ik ze aandoe toch weer lelijk. Dus dan voelt het ook alsof ik het voor niks doe. Plus, als je ze dan schoonmaakt, mag ze een tijdje niet aan. Dat vind ik ook heel erg kut. Maar ja, anyways, ik doe even mijn spullen in mijn tas. Want die zaten nog in mijn andere jas. Altijd zo handig als je dan andere jas aandoet, dat je dan al je spullen moet overzetten. Het is ook al best wel laat. We gaan dus pas high tea om 2 uur. Maar ik heb de hele ochtend YouTube video's gekeken. Terwijl ik me aan het klaarmaken was. En ik heb mijn powerbank niet opgeladen, dus dat is echt super slim. Super slim. Ik ben super slim. Ik ben Noah en ik ben super slim. Het is echt irritant als je kijkt dit in het scherm. In plaats van in de camera. Zo vervelend. De camera is ook een beetje vies. Kijk, lekker kaal nu.
Slee. Kan niet wachten tot weer zomer is en we weer een beetje wat bruiner zijn. Want dit ain't it. Maar ja, doe jongens. Guys, dit is dus dat tafeltje die mijn moeder en ik gisteren hadden gehaald. Maar het is zo leuk met die dingetjes erbij die we al hadden. En hier staat die andere, want ja, ik weet niet waarom die daar staat. Maar ja, die moet nog een plekje dragen. Heel erg vet. Nou jongens, we zijn er bijna. Maar kijk, we zijn letterlijk in the middle of nowhere. We zijn letterlijk... Het is helemaal... We zijn helemaal afgelegen. Maar er staat dat we er bijna zijn. Dus ik ben heel benieuwd. Ik denk dat dat het is. Of niet? Ik weet het niet. Volgens Google Maps wel, maar... Oh my god, nou ik ben heel benieuwd. Nou jongens, dit is het. Dus we gaan nu naar binnen. Ik weet niet waar de ingang is. Denk aan de voorkant. Nou jongens, we hebben het gevonden. We konden echt de ingang niet vinden, maar het is echt... Oh, hij stelt niet scherp. Oh, hij stelt echt totaal niet scherp. Het is echt mega cute hier. En ja, ik vind het echt awkward om te filmen. Maar anyway. Kijk, het is echt mega leuk. Ik ben heel benieuwd wat we allemaal te eten krijgen. We hebben eerst dit dingetje gekregen. Dit lag er al, maar we weten niet wat het is. Dus we gaan het even openen. Nou jongens, het eerste is er. We hebben 3 broodjes, slaatjes en zo'n ding. Dus ja. Nou jongens, de zoetjes zijn er. Super lekker. Nou jongens, we hebben ook nog scones gebracht. Vet lekker met een fruitje. Hey guys, was ik weer. Ik ben nu op het station. Het was echt super leuk. Het was echt heel lekker. Maar dat is echt heel veel. Er zit ook wel echt dingetjes bij waarvan ik dacht van eeuw, dit vind ik echt heel vies. Maar ook broccoli soep. Oh, sorry. Wie chapte nou broccoli soepje? Echt letterlijk nobody in this world. Maar ik ga even lekker naar huis fietsen en dan zitten jullie thuis. Nou guys, ik kwam net thuis en ik hoor zo ineens Lady naar me blaffen. Ging mama net Lady uitlaten, dus we zijn nu even samen. Zie je er? Mijn poepie. Mijn Lady baby. Dus ja, we zijn nu even lekker een rondje lopen. En dan zo lekker thuis. Nou guys, ik ben dus thuis en wat ik graag wil, oh my god, mijn camera knippert op mijn batterij leeg is. Maar wat ik dus wil, is deze lelijke stippen wil ik weg laten schuren of zelf weg schuren, whatever. En dan een mooi kleurtje. En ik dacht, wat als ik mijn kast daar neerzet en dan nog eentje erbij koop. Ik denk dat het heel leuk is. Dus wat ik nu ga doen, is ik ga even die kast daar neerzetten om te kijken hoeveel er past. En anders moet ik misschien een maatje kleiner nemen met 3 van die lades. Ik film letterlijk alleen mijn kind. Ik ga stuk. Anyways, dat ga ik even doen. En ik ga jullie dan even later leggen. En dan als ik terug ben, dan laat ik het zien als het af is. Het lijkt wel alsof mijn oorlicht geeft. Ik ga helemaal dood. Maar dat ding loopt echt te roepen van laat me op. Dus dat gaan we even doen. Oh, mijn hele staart is uitgezwakt. Ik ga stuk. Nou guys, ik ga denk ik iets doen. Kijk. Ik heb nu daar die kasten staan met die bakken erin. En I'm over it. En deze kast is kapot. Kijk, je ziet hier die dingen eruit. En hier is dat ding eruit. Want ik ga er niet zo heel veel mee om. Blijkbaar doe ik ze te vol. Maar kijk, het breekt dus door de helft. Die andere helft... Waar de fuck is die andere helft? Oh, die ligt hier. Oké, love it. Anyways. Ik heb berekend met mijn meetlintje. Als ik die kasten haal, maar dan met 3 lades, kan ik er 3 naast elkaar. Dus ik dacht... Als ik er daar 3 naast elkaar doe en daar 3 naast elkaar, is dat letterlijk zo mooi. Ik denk dat dat er zo mooi uitziet. Het is wel duur. Maar ja, ik wil het wel. Ik heb het nu in mijn hoofd, dus nu wil ik het. En ik heb dan zoveel opbergruimte. En ja, wat ik eigenlijk wou vertellen. Kijk, die kast staat er nu dus. Ik was dit zo lang kwijt. Ten eerste wist ik niet eens meer dat ik dit tasje had. Ik wist dat ik een tasje achter die kast had laten vallen. En toen dacht ik, oh mijn god, welke was dat? Maar dat was deze. Deze lag er gewoon ook. Maar ik had voor Valentijnsdag had ik zo'n pakket gekregen van Sean. Deze, van Rituals. En ik weet nog dat ik fucking blij was, want er zat een kaars in. Nou, daar was ik zo blij mee. Ik wist niet, ik kon het niet vinden. Ik dacht, hoe kan ik dit nou kwijt zijn geraakt? Ik heb die kaars nooit aangehad. Plus als ik mijn kaars aan heb, ik bewaar altijd alles. Al die lege kaarsjes die ik heb, die staan daar gewoon nog. Ik vind net gewoon die doos achter die kast. Kijk, zit gewoon die kaars erin. En nog een scrub. Nou, ik ben fucking excited. Ik liet jullie vallen. Ik ga stuk. Maar anyways, ik hoop dat jullie geen pijn hebben. Maar ik ben zo excited. Het voelt gewoon...
Alsof ik een cadeautje heb gekregen uit het niets. Oh, ik ben hier zo blij mee. En het kut is, ik ben er echt de afgelopen 2 maanden of zo, ben ik echt aan het denken geweest. Ik ben aan het zoeken geweest. Ik dacht, die kaars kan niet weg zijn. En nu heb ik hem. Dus ik ben zo blij. Ik voelde me al heel schuldig dat ik zo slecht met iemand zijn cadeautje was omgegaan. Maar ja, anyways. Kijk, ik heb hier al mijn kaarsen staan. Echt afschuwelijk. Maar kijk, hier ook. Ik heb trouwens deze hier even neergezet. Maar ik denk dat dat dus heel leuk is als ik dan die 3 kasten heb. Dat ik hier zo'n hoekje maak. Want ik heb ook deze. En ik heb deze echt al volgens mij sinds dat ik, ja, 14 of zo ben. Komt van de Action. Maar ik heb er nog nooit een nieuwe foto in gedaan. Maar ik denk als ik die zo erbovenop zet en dan die kaars erbij. Nou, helemaal leuk. Dus ik wil dit echt heel graag doen. Dus ik denk dat jullie dit in mijn volgende week vlog, in mijn weekend vlog gaan zien. Hoe ik dit ga doen. Want ik ben hier echt heel excited over. En het wordt wel op zich duur. Op zich had ik het duurder verwacht. Maar ik wil het gewoon echt heel graag. En ik krijg het nu gewoon niet uit mijn hoofd. Dus ja, ik denk dat ik dat zometeen ga bestellen misschien. Ik ga even met mijn ouders overleggen. Want het is echt zoiets als ik dat dan bestel en dat hier ineens bezorgd wordt. Dat ik dan denk van, wat de fuck heb je besteld? Dus ik moet het wel even overleggen natuurlijk. Maar ja. Ja, ik wil dit. Ik wil dit gewoon. Ik wil het nu. Also, koop mijn Vinted kleding, jongens. Want mijn kamer is letterlijk een troep. Deze hele koffer ligt vol met shit wat op Vinted staat. Pelt ook gewoon helemaal uit. Ligt half op de grond. Hé, ik heb nu het geld nodig, snap je, om de nieuwe kast te kopen. Dus sponsor me op deze manier door mijn kleding te kopen. Word je ook nog eens blij van. Maar ja, ik ben dus echt heel excited hierover. Ik wil het echt super graag. Maar ik ben fucking blij dat ik die kaars heb gevonden. En dus die 2 zwarte tasjes. Ik heb gewoon weer 2 zwarte tasjes erbij. En ik heb nog een shirt gevonden. Deze body is fucking leuk. Wacht, ik ga uitleggen. Kijk hoe leuk deze body is. Want hier zijn van die gaten. En dan is dit zo open. En dan, ja, het is echt fucking leuk body. Lag gewoon echt een rotte achter mijn kast. Maar ik had dus heel veel van deze dozen voor als dus shit werd besteld op mijn Vinted. Dat ik dat kon versturen. Maar kijk, het is zo'n zooi hier. Dus eigenlijk moet ik nog wat verzinnen wat ik dan hiermee wil. Maar ja, ik weet het allemaal niet zo goed. Maar anyways, mijn moeder had een pureersoepje gemaakt. Dus ik ga even gezellig naar mijn... Oeh, ik schrok. Oh my god. Ik schrok zo erg. En ik sta Sean op de trap. Maar ik wou naar het washok om dit shirt in de was te gooien. Holy shit, je hebt echt een hartaanval gegeven. Niet. Jawel. Niet. Dit is echt niet grappig. Hey guys. Ik zie er echt pretty uit. Ik ben even mijn evening skincare aan het doen. Ik weet niet waarom de belichting zo raar is. Maar jullie moeten er maar even mee doen. Want ik heb geen zin om het te fixen. Anyways, ik kom er dus net achter. Oeh, dit voelt even niet zo lekker vandaag. Holy shit. Eeuw, het prikt een beetje. Oh, dit is niet zo fijn. Anyways, ik kom er dus achter dat ik zo moet inzoomen met mijn camera. Ja. Never ever knew that. Like, ik had het wel kunnen googlen en zo. Ik had het zo. Ik had het zo langzaam en dan hoorde je echt zo. Nou, en nu heb ik dus helemaal geleerd. Ik was een YouTube video aan het kijken, terwijl ik dat ik mijn skincare doe. Kijk ik altijd YouTube filmpjes. En ik zie dat meisje gewoon met haar vinger zo op die knop. En ik denk van nee, dit bestaat niet. Dit bestaat gewoon niet. Ik probeer het. En hij doet het gewoon. Ik dacht, oh my god. Crazy. Dus nu weet ik dat. Leuk dat jullie hebben gekeken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je tot het einde bent gekomen, I love you. En vond je de video leuk? Laat dan een duimpje omhoog achter. En dan zie ik jullie volgende week weer. Bye.